Ja, nu is er een heel programma aan u gewijd. Ja. Oh, je bedoelt het programma van de NCV? Nee, dit. Dit, oh, sorry. Tuurlijk. Nee, NCV doet maar 5 minuten. Wij doen gewoon ja, precies. Jullie doen het langer. Jullie doen het langer. Dat klopt, ja. Dat klopt. Ik heb nu heb ik het plan omgevat, eigenlijk min of meer het dwaze plan, zeggen een hoop mensen, om het panorama Zutphen te gaan tekenen. Ik heb daar inmiddels 2,5 meter van gerealiseerd. Mijn stijl van, zeg ik te veel? Nu? Nee, ik te veel? Nee hoor. Nee? Maar u zegt panorama, u bent al op 2,5 meter, dat moet dan een heel groot iets worden, hè? De totale afbeelding moet worden 6 meter lang. Ja, en hoe lang bent u daar nou mee bezig? Ik ben begonnen 20 december vorig jaar. En toen het eerste stuk van het panorama, dat is nu inmiddels 1 meter lang, dat is erin gehangen in half augustus van dit jaar. En het tweede deel, als het even mee zit, wordt dat er eind deze maand ingehangen. Nou, uw gezicht is toch wordt beperkt? Mijn gezichtsveld, ja. Oh, ja. Ik heb dus een kijkprobleem, dat is dus een gezichtsprobleem. Dat is in 2005 werd ik getroffen door een trombose in mijn rechteroog. Terwijl mijn linkeroog is blind vanaf mijn geboorte, dus daar kan ik niks meer zien. Dus het deel waar ik goed mee kon kijken, dat is behoorlijk gereduceerd. Je moet je voorstellen dat je 2 rechthoeken hebt en het ene rechthoek wordt met een gordijntje voor de helft dicht geschoven. En dat is dan wat je ziet. En in hoeverre heeft dat impact op het tekenen? In het begin een heleboel. Toen het mij overkwam een heleboel, toen had ik zoiets van nou, dit wordt in principe niet zo gek veel meer. Later dacht ik bij mij, naarmate het natuurlijk vordert, is het zelfs zo, volgens de doktoren, dat je hersenen ook dingen in gaan vullen. Als je op situaties bent die je in principe wel kent, dan weet je al door een klein beetje heen en weer te gaan met je hoofd, dat je een totaalbeeld hebt gemaakt, dat daar een toren staat of dat daar een ander gebouw staat. En dan vullen je hersenen daar eigenlijk op de een of andere manier in, waardoor je die diepte ook al wel hebt. Toch heel opmerkelijk dat u dan een panorama gaat maken van Zutphen. Vind ik zelf ook. Ja. Heel opmerkelijk. En nu bent u al 2,5 meter verder. Ja. Ziet u er tegenop? Nee. Het gaat nog helemaal goed? Elke keer als ik weer aan begin ben ik weer gemotiveerd. En elke keer weet ik ook zeker dat de eindstreep wordt gehaald. Hoe groot is nu de kans dat u op een ochtend wakker wordt en uw zicht is volledig weg? Ik kan niet zeggen, die kans is groot, maar die kans is natuurlijk elke dag. Dus dat is mij ook gezegd natuurlijk. Dat de kans elke dag daar is? Ja, de kans is elke dag dat het dus stukken minder gaat worden. Maar dat het dus compleet weg is, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat denk ik ook helemaal niet bijna. Nee, u heeft er nog helemaal niet over nagedacht. Absoluut, ik kan het niet. Zien aan u. Absoluut niet. Als je echt elke dag moet gaan denken van, nu zie ik minder, dus nu moet ik me zorgen gaan maken. Nou, dat denk ik aan de eerste keer al toen ik kwam. Een maand of wat geleden ging het ook een stuk slechter in één keer. Nou, dan is zo'n oogarts die bekijkt dat. En die begeleidt je alleen maar. Die zegt ook van ja, ik kan er verder niets aan doen. Ik kan het alleen maar begeleiden. En proberen je toch nog wat dingen aan te reiken waardoor je beter met het probleem om kunt gaan. Ja, en ze kunnen het niet stoppen, zeg maar. Dus dan kun je zeggen van ik ga hier helemaal bij stilstaan en ik word hier helemaal gek van, omdat mijn zicht wegraakt. Maar zolang ik het nog heb, kan ik er ook op dat moment van genieten. Ik zou haast zeggen dat dit de reden was om aan dit project te beginnen. Misschien zit dat er wel voor een deel in, dat weet ik niet, misschien wel. Maar elke tekening die ik maak,
teken ik met dezelfde insteek. Kan dan ook in één keer de volgende dag gebeurd zijn. Dan kun je die ook niet meer afmaken. Dus het geldt voor alles wat je maakt. Het geldt voor je gezinsleven, voor alles op een gegeven moment. Dat zal je niet meer zien. Maar, en dat is natuurlijk een compleet pakket wat je dan gaat missen. Maar ik heb dan wel zoiets van, ja, als ik er nu al aan moet gaan denken, dan zou je toch bijna suicidaal voor worden. Dan. Dat moet je niet doen. Ja. Dat moet je echt niet doen. Je moet gewoon doorgaan met de dingen waar je mee bezig bent. U heeft er wel over nagedacht in zoverre dat u er niet aan wil denken. Ja, nou ja, precies. Nou, dat is mooi gezegd. Dat had ik het niet kunnen zeggen trouwens. Over nadenken om er niet aan te denken. Ja, precies. Gaat het werk nou nooit een keer vervelen? Nooit. Dit verveelt niet. Dit is... Eigenlijk is het steeds thuiskomen. Het is niet vervelend. Als het me verveelde, als het me nu al verveeld zou hebben, dan... Ja, dan zou ik schrikken van mezelf. Want ik heb met alles wat ik teken, verveel ik me vanaf het begin tot het eind niet. Nee. Wel op het eind dat je zegt van, jammer, het is voorbij. Ja. Iets hang je op en denk ik, ja, jammer, het is over. Het is jammer dat we nog niet even iets ermee kunnen doen. Dus dat heb ik dan wel. En dat zal met dit stuk hetzelfde zijn. Als hij helemaal klaar is, nou, dan zal ik bij mij gaan denken van, doe ik nou mijn jas aan en mijn hoed op en ga ik weg? Of doe ik mijn jas aan en heb ik in de binnenzak nog twee potloden waarmee ik daarheen loop en nog eventjes een verandering aanbreng? Als kind vond ik zuster vanaf de andere kant van de IJsland mooi. Dat je het complete front ziet en dat je aan de andere kant van de IJssel staat. Dus je staat niet tussen het geraas van het verkeer en tussen de gekte van het geleuter aan die kant. Maar je staat echt aan de rustige kant van de IJssel, waarbij je alles kunt zien en alles je op kunt nemen. Je gewoon de stad, van de stad kunt genieten. Ja, u tekent het zelf. Haalt u wel eens een geintje uit? Is er iets wat u in het schilderij kunt verwerken wat Jawel. Anderen niet zien? De namen van mijn kleinkinderen zitten erin. Owen, Lars, Gerwin en Wouter. Dat zijn mijn kleinkinderen. En kunnen we die hier ergens in vinden? Of wordt dat lastig? Die kun je ergens, je kunt gaan zoeken. Ik zeg niet waar ze staan. Oh nee. Je kunt het gaan zoeken. Je kunt een close opnemen van een centimeter over het hele beeld heen. Maar ik ga niet zeggen waar ze staan, maar ze staan erin. Hier bijvoorbeeld het gras, want het is natuurlijk ook een tweede vel wat je ziet. Naarmate het gras eroverheen komt en de atmosferische achtergrond doorgetrokken wordt, heb ik het idee van, nou, je moet het middenstukje nog, maar we zijn er wel een heel stuk in de richting. Dus voor je gevoel ga je dingen maken waardoor hetgeen wat het meest belangrijkste is, de brug, echt ondersteunt. Waardoor de brug misschien wel wat simpeler kan worden gemaakt, voor mijn gevoel. En is het nou ook moeilijk? Wat is de moeilijkheidsgraad? De moeilijkheidsgraad is omdat je blijft vaak, dat is ook eigenlijk niet de moeilijkheid. De moeilijkheidsgraad is meer dat je moet zorgen dat je de lijn van het perspectief aanhoudt. Dat is het moeilijkste. Het fijnste van de tekening is om te blijven hangen op de vierkante centimeter totdat je er echt genoeg van hebt. Dat je doorgaat naar de tweede vierkante centimeter. Dat is gewoon het fijnste van, ja. Het is gewoon, het is een uitdaging. B, hij moet af. En C, het is een passie. Dus hij komt af. Ja, en het komt elke keer ook weer terug, het beperkte zichtveld. Ja. Wordt hij daar niet een keertje moe van? Is dat niet frustrerend? Moe wel, maar niet frustrerend. Moe wel in de zin van dat je denkt, ben jij genaamd, nu moet ik er even af. Of je hebt een hele dag, of x aantal uren getekend, nu moet ik echt stoppen. Want nu is het wel voldoende. Dat is moe, maar genoeg ervan krijgen nooit. Oorspronkelijk komt u uit Weesp. Ja, ik ben geboren in Weesp, dat is vlakbij Muiden, bij het Muiderslot. En ik was 7 toen ik in Zutphen kwam. En
Nou, in het begin vond ik het als kind jammer, we gingen weg waren. Dat is nu een leuk stadje, Muiden. En ik verstond de mensen hier ook niet. Ik wist niet wat ze zeiden, het was dialect, dat begreep ik allemaal niet. Maar ja, nu zit ik, daar zit je na, hoe lang is het nu? 57? Een lange tijd. En je hele... beheerst het dialect inmiddels ook. Absoluut, zo goed als een Zutphenees. Misschien nog wat beter. Misschien nog wat beter. Het is ook een heel mooi dialect, een heel fijn dialect. Net als dat een Haarnees echt trots kan zijn op zijn Haagse dialect en een Zutphenees ook trots zijn op zijn Zutphense dialect. Het hoort er erbij. Ja, en het panoramabeeld is ook heel typerend ook voor Zutphen. Dat Zutphen is voor de Zutphenees direct herkenbaar. Als je een fout maakt in het panorama, als ik een fout had gemaakt met de torens bijvoorbeeld, dan had iedere Zutphenees gezegd van, je vlekken zitten klungelen, dat klopt helemaal niet. Want dat en als een Zutphenees daar zegt, dan kun je beter opnieuw beginnen. Maar tot nog toe heb ik niet van de echte Zutphenees. Kritiek gaat in de zin van, nou, dat heb je goed gedaan, denk ik. Dat werkt niet zo. Heb je ook al een precieze datum wanneer het klaar is? Nee, ik heb geen precieze datum. Want als ik nu een precieze datum zou prikken, nou, misschien maak ik mezelf dan nerveus. En kom ik dingen tegen waarop ik vast kom te zitten. Dat kan van alles zijn. Dat kan een slootje zijn. Dat kunnen een groep bomen zijn. Iets herkenbaars kan dat zijn voor het panorama. Dan zou ik mezelf zenuwachtig gaan maken over de eindtijd. En dat doe ik niet. Die staat helemaal open. Maar ik ga er een beetje vanuit. Eerste helft 2014. Daar ga ik een beetje vanuit dat het dan wel zijn beslag krijgt. Ja, u krijgt natuurlijk al veel media-aandacht op dit moment. Ja, inderdaad. Hoe gaat u daar zo mee om? Goed. Ik vind het fijn dat er aandacht is. Ik vind het fijn dat je mensen kenbaar kunt maken met waar je mee bezig bent. Mensen komen kijken, mensen komen uiteraard het museum binnen. Dus daar doe je het natuurlijk ook voor. En, het idee om het te delen met mensen, dat is natuurlijk eigenlijk de eerste instantie het uitgangspunt. Ja. Laten zien wat je maakt, en met name voor de bevolking van Zutphen en de toeristen die in onze stad komen, zijn er ook veel, om die ook te kunnen vertellen wat je gaat doen. Nou, een programma zoals dit, wat jij nu maakt, dat zijn natuurlijk hele leuke programma's voor de kijkende regio, zeg maar. Hè? Dat is sowieso aan dit programma waarvan ik vind dat mensen in beeld worden gebracht. Maar voor een grote groep Achterhoekers heel leuk kan zijn. Lijkt mij. Ja, vond u het zelf ook leuk? Om het programma te zien van Dorpsparels, heet het. Ja, en om te zien en om nou zelf in de belangstelling te staan. Ja, dat zeg ik net. Dat is leuk, omdat je dingen deelt met een ander. En daar moet wel de hoofdmoot zijn. Want je moet natuurlijk niet in de belangstelling staan. Alleen maar om te vertellen dat je er bent en dat je... En wanneer onduidelijk iets bezig bent, je vertelt een verhaal, je laat wat zien. Het is natuurlijk ook jouw camerawerk wat een heleboel doet. Nou, dan zien de mensen waar je mee bezig bent en dan zijn ze geïnteresseerd, lijkt mij. Zo werkt het natuurlijk wel. Ik wens je nog succes. Dankjewel.